Ik heb het boek Eén mens is genoeg van Els Beerten gelezen en ik vond dat een heel leuk boek. Dat verhaal sprak mij enorm aan. Het gaat eigenlijk over twee personen en wordt ook door hen verteld, Juliette en Wilfried. Het verhaal begint in een gezin in Limburg, waar alles uit de hand loopt na de dood van de vader. Juliette en haar broer Louis worden eigenlijk totaal gebombardeerd door hun tyrannieke en ook geesteszieke moeder. Op een bepaald moment wordt de situatie zodanig onhoudbaar dat Juliette en Louis besluiten om naar West-Vlaanderen te verhuizen om totaal opnieuw te beginnen. Wat hen min of meer lukt. In het dorp waar ze gaan wonen, woont Wilfried, een ex-coureur en het tweede hoofdpersonage. Wilfried leert Louis en Juliette steeds beter kennen en hij leert ook hun uitzonderlijke verhaal steeds beter kennen. Ik vind dat Els Beerten dat heel goed heeft gedaan, want ze zet niet de lezer, maar de personages op hun verkeerd been. En op die manier heb je elke bladzijde opnieuw verwarring en dat houdt het verhaal natuurlijk wel staande. Naast een heel goed verhaal heeft Els Beerten ook voor een hele chique stijl gezorgd. Het verhaal leest heel vlot en het is ook heel persoonlijk verteld, waardoor je het gevoel krijgt dat je echt in het verhaal en in de personages kruipt. Ik vind dat heel knap, want ik kan me niet voorstellen dat ik, als ik zelf ooit een boek zou schrijven, dat ik erin zou slagen dat op zo'n goede manier te doen. En daarom zou ik dat boek eigenlijk wel aan iedereen willen aanraden, want je krijgt, als je het leest, echt het gevoel dat het een beetje over jezelf gaat. En dat is een van de hoofdredenen waarom ik boeken lees. Dus ik zou zeggen, zeker lezen.